Hoi allemaal, ik ben hier met Melissa, mijn vriendinnetje. Ja. En we gaan vandaag de Most Likely To Tick doen. Ja. En we hebben 15 vragen opgesteld en die gaan we vragen en dan kijken wie het als eerste gaat doen. In de broek plassen van het lachen. Ik weet niet. Ik denk. Ja. Yeah. Want ik ben heel gevoelig en ik heb een blaasprobleem. Dus ik denk dat ik dat wel ben. Ja, ik heb ook altijd wel dat ik echt gewoon bijna mijn buik krijg van het lachen. En dat ik gewoon echt met je benen zo van ja, precies. Dat ik het helemaal moet ophouden. Dat je anders wat in je broek zit te pissen. Dus ik denk, ja, jij eerlijk gezegd. Maar ik heb zelf ook wel het probleem. Oké. Zich verslapen. Jij. Nee. Ik verslaap me nooit. Ik ook niet. Iets belangrijks vergeten. Jij. Ik vergeet nooit wat. Ik ook niet. Tenminste, ja, ik weet het niet. Ik denk dan wel ik. Omdat, ja, soms heb ik dat ik, ja, dan moet ik in mijn telefoon kijken. Dat ik denk, oh ja, shit, dit, dat. Of dat ik rijles vergeet of zo. Dat ik denk van, oh ja, het was woensdag, maar dan is het dinsdag. Dus, ja. Ja, en ik word altijd lopende agenda genoemd door iedereen. Want ik onthoud alles. Struikelen over haar eigen voeten. Ashley. Ik ben lomp. Oké, daar kan je hand voor schudden, ja. Lachen op het verkeerde moment. Ik. Als ik heel zenuwachtig ben door iets. Ja, jij gaat giechelen. Dan ga ik heel erg giechelen inderdaad. Dat is wel een beetje schattig, maar ja. Ik denk dat jij dat bent. Wie van ons gaat eerder uit huis? Ik denk dat jij dat bent. Ik denk ik. Jij bent ouder, maar... Ja. Ik heb wel zoiets, volgend jaar word ik 18. En het lijkt me wel lekker gewoon om... jezelf te kunnen en gewoon zelf verantwoordelijk te zijn. En dat soort dingen. Maar jij bent dan weer ouder, dus ik denk dat jij meer dan denk ik ook sneller de keuze hebt, zeg maar. Inderdaad. Een week niet douchen. Ik denk, het klinkt heel vies, maar ik denk dat ik eerder een week niet zou douchen dan jij. Ja, ik weet het niet. Kijk, ik vind het wel belangrijk dat je gewoon je lichaam kan wassen en zo, maar ik heb wel dat ik af en toe mijn haar wassen uitstel. Dat het niet zo snel vet wordt. Inderdaad. Dan wacht ik ook een week. Maar dan was ik mijn lichaam wel. Dus dat is dan weer wel douchen. Ja. Het is eigenlijk allebei dan. Ja. Of allebei niet of allebei wel. Ja, precies. Ja. Oké. Zijn het allebei eigenlijk? Huilen in het openbaar. Jij. Ja. Ik huil nooit in het openbaar. Ik kan niet huilen. Ik heb er gewoon scheid aan eigenlijk. Als ik moet huilen, dan moet ik huilen. En of ik nou kaart op mijn bek ga of zo. Of dat ik... of een telefoontje krijgen of zo van iets waarvan ik heel hard moet huilen. Maar ja, ik heb er gewoon schijt aan in het openbaar. Nou, nee, ik schaam me dan. Dus ik denk dat jij het dan eerder bent, inderdaad. Ja. Miljonair worden. Ik weet niet of jij goed kan sparen of niet. Dat weet ik van jou ook niet. Maar ik heb wel een mooi bedrag op mijn rekening staan. Nou, dan ben jij het. rondreis over de wereld. Ik. Ik zou het ook wel weer heel graag door Amerika reizen of zo. Of... Maar het gaat wie het eerder gaat doen. Misschien ik ben ouder, dus ik denk dat ik na mijn opleiding eerder klaar ben dan jij. Ik ben volgend jaar ook wel klaar met mijn opleiding namelijk. We hebben ook geen geld op een wereldreis te maken. Nee, dat niet. Jij wel dan? Ben je zo rijk? Dus... Nee, je kan ook backpacken. Ja. Pak je gewoon een random ticket. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon samen. Dan hebben we allemaal tegelijk. Precies. Oké, de volgende. Wie zal als eerste dronken zijn en losgaan? Maar volgens mij ben jij eerder dronken dan ik. Dat denk ik ook. Maar jij mag weer drinken, officieel, en ik niet. Maar ik denk wel dat als ik wat op heb, dat ik wat meer losga dan. Inderdaad, het is eigenlijk wel een beetje allebei dan. Ja, ik denk dat jij eerder dronken wordt en ik eerder losga dan. Ja, dat. Ja. Oké. Even kijken. Hoofd kaal scheren. Ik denk jij. Ik denk eigenlijk ook wel ik. Ik ben altijd wel iemand die altijd van de hele rare dingen gaat doen, weet je wel. Ja, daarom. Maar jij bent meer dat je denkt van, oh ja, ik doe even dit. Of ik doe even inderdaad. Dat. Of eventjes van, een keer dit doen. Fuck it, ik doe even mijn haar scheren. Ja. Ik weet niet, ik hecht er veel waarde aan mijn haar of zo. Ja, ik ook wel. Maar ik zal het wel eerder afhalen dan jij, denk ik. Ja, ik denk het ook. Wie van ons zou eerder op een boerderij gaan wonen? Ik denk dat jij echt wel zo'n stadsmeisje bent. Die lekker in Amsterdam gaat wonen. Lekker met een tasje lekker gaat wonen. Ik ga wel lekker in Amsterdam. Ja, en ik ga lekker met koeien eieren, lekker melken. Op zich, vroeger heb ik altijd gezegd dat ik op een boerderij wilde wonen. Echt? Met een hele groep met golden retrievers erbij. Een hele grote groep honden. En... Cool. Maar ben je weer? Maar geen poepschuiven, nee. Dat gewoon niet. Dan zeg ik, oh, mijn nagels. Ja, maar ik denk wel dat ik eerder op een boerderij zou wonen. Ik denk het ook inderdaad.
Oké, wie gaat als eerste rijbewijs halen en daarna toeren door Nederland? Ik weet dat ik dat ben. Ja. Nog een paar lesjes en dan heb ik mijn rijbewijs waarschijnlijk. Ja, en ik ben niet bezig met lessen, dus... Je bent ook nog helemaal niet begonnen, toch? Nee. Oh. Dus jij gaat eerder. Ja. En dan kom je hem ophalen en dan gaan we lekker samen toeren. Ja, dat is leuk. Nee, ik moet nog een paar lesjes en dan heb ik mijn examen. Yes. Zo, chill. Nou, de laatste vraag wat is, wie zou eigenlijk als eerste fulltime gaan YouTuben? Dus echt YouTube-video's fulltime gaan maken om er mee te verdienen als het ware. Ik denk dat jij dat bent. Want jij hebt meer abonnees, dus jij groeit dan ook sneller. Zeg maar. Ja, misschien. Maar ik tenminste, jij komt sneller in aanmerking om er echt wat mee te gaan doen, denk ik. Maar ik doe het gewoon meer voor de lol en gewoon voor de gezelligheid. Ja, ik ook. En leuke vrienden, zoals jij. Best gek hoe wij ons eigenlijk... Ja, tenminste, best gek hoe wij elkaar hebben ontmoet. Maar dit was dus onze Most likely to. Tag, inderdaad. Ja. En abonneer op Melissa, lieve meisje. Haar link staat in de beschrijving en misschien op haar hoofd. Wel. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei.